Oké, we zijn hier vandaag in Den Haag op de Afrika-dag. We hebben net een debat bijgewoond van effectiviteit van hulp. Ik ben een verslaggever van Wereldjournalist en ga straks een paar mensen interviewen. Wij hebben protectionisme in Afrika, ja? Ook niet. Waarom zou de Europeanen dat wel hebben ten aanzien van Afrikanen? De grenzen die gelegd worden door de EU, ja? die gaan over kwaliteit. Dus het moet een minimale kwaliteit hebben. Ja. En die gaan over bijvoorbeeld de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die gebruikt moeten worden. Het gaat niet alleen om kwaliteitseisen die gesteld worden. Wij hebben importheffingen voor heel veel producten. En die importheffingen die groeien ook naarmate van grondstoffen wij naar producten gaan die Afrikanen iets aan gedaan hebben. Dus dat wordt lastiger. Als het grondstoffen zijn, willen we die graag hebben. Is open, kom maar, hè, zonder enige belemmering. Maar als er daarin iets toegevoegd is, maken we het ontzettend moeilijk voor Afrikanen. Dus wat dat betreft gaat het echt niet alleen om de kwaliteitseisen die meneer van medewerker van Europees Parlement, Jan Mulder, zei. Het gaat natuurlijk niet alleen om kwaliteitseisen. Het gaat om quota. En als je dan dat quota hebt bereikt, nou, en daar zijn onze, bijvoorbeeld in landbouwproducten, Frankrijk, Spanje, Italië, die zijn ongelooflijk restrictief als het gaat om sinaasappel uit Egypte. En wij geven, en dan kom ik terug eigenlijk op het effectiviteitsdiscussie. Dus we geven met één hand eigenlijk ontzettend veel ook steun aan ontwikkelingsgeld in Egypte, dat er goede sinaasappelen tot stand komen. Maar met andere hand zeggen we, stop. Nee, we willen niet dat het dan in Europese markten geconcurreerd wordt. Dus deze stelling gaat erom, wat houdt eigenlijk de effectiviteit tegen van ontwikkelingssamenwerking? Dat is dus met één hand geven en met andere hand nemen. Denk je dat de betrokkenheid van Afrikaanse migranten die in Nederland wonen het ontwikkelingswerk kunnen verbeteren? Absoluut, daar ben ik ervan overtuigd. En dat is ook de reden waarom wij als Oxfam Novib ontzettend veel investeren in samenwerking met migrantenorganisaties. Nou, dat denk ik zeker. Door in elk geval een stem te zijn inderdaad van de mensen die anders geen stem zouden hebben. Dus ze kunnen hier de situatie ter plaatse in Afrika wat toelichten. We ondersteunen ook de organisaties waar wij kunnen. Want ik vind dat het uiteindelijk de betrokkenheid van gewoon verschillende mensen die in Nederland verblijven van verschillende werelddelen gewoon ten goede komt van de manier van denken in internationale samenwerking. Ze kunnen zich ook er actief voor inzetten. De geldstroom die inderdaad ook naar Afrika gaat, dat zie ik dan nog niet eens als het belangrijkste. En die blijkt ook niet structureel te zijn, omdat op dit moment in tijd van economische crisis die stroom ook snel wat indampt. Maar ik denk dat er zeker een rol en een taak ligt. En ik hoop ook dat ze niet alleen maar genieten van het Westen, maar dat ze daarvan ook de mensen in Afrika mee laten delen en zich actief inzetten. That every day is Africa Day, every day is a human being's day. Because we don't look after each other. There's no humanity, there's nothing. And I think that the people from Holland have to realize that there are other organizations in this country that are doing a lot of work outside of Holland, not for only for Africa, but for the Holland people also, because that's the way they stand out of the world is within the action. I mean, action speaks louder than words. So I like the fact that I'm here with SNV again once again because we went together in Strasbourg in September, October last year. And I'm also happy to meet another organization because politics is not my best. It's not my thing, but we need organizations as EFVF to really lobby for the ideas, the program on the field, for it to continue. I mean, for the connection between people to really be real on the field.